Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij streeft ernaar agrariërs te faciliteren middels sterke instituten. Hierdoor hoeven zij zich slechts te concentreren op de agrarische productie. In dit kader buigt het parlement zich deze dagen over de wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness. Minister Parmanant Seudin ging op dinsdag 8 maart in op het agrarisch beleid. Voorzitter, ik zou graag kort willen ingaan op het agrarische beleid om dit in te kaderen waardoor de plaats van het instituut en de NOVA veel duidelijker wordt binnen het geheel van het agrarisch gebeuren in Suriname. Het agrarisch beleid moet ook bekeken worden binnen het kader van de uitdagingen waarmee wij momenteel te maken hebben, zoals door het Jogi aangegeven, de klimaatsverandering, voedselzekerheid, ook vanwege de oorlog in Europa en de alsmaar stijgende prijzen van olie en andere inputs, de voedselveiligheid, etc. etc. Voorzitter, het doel welke wij op het ministerie van LVV nastreven is om de agrariërs dusdanig te faciliteren middels het opzetten van sterke instituten, waardoor zij zich slechts hoeven te concentreren op een core business en dat is de productie van agrarische producten. Uw leden hebben in deze het ook gehad over het creëren van de randvoorwaarden. In dit kader wil ik noemen zorg dragen voor een goede waterhuishouding. We voelen nu al de gevolgen van de klimaatsverandering en daardoor stijging van de zeespiegel en verandering van de seizoenen zoals we die gekend hebben. Het instellen en operationalisering van waterschappen zou in deze een belangrijke oplossing kunnen bieden. Voorzitter, een betere structurering van de totale sector is ook een vereiste, waardoor vele inefficiënties weggewerkt kunnen worden. In dit kader kan ik het instellen van productschappen noemen, waarvoor reeds een conceptwetsvoorstel op productschap is ingediend bij uw college, waarvan ik hoop dat de behandeling spoedig opgepakt zal worden. De totale sector dient centraal aangestuurd te worden, niet alleen door de overheid, maar samen met de private sector. In andere landen hebben dit model tot versnelde ontwikkeling van de agrarische sector geleid. Het opzetten van verwerkings- en afzetfaciliteiten in het herstelplan, welke ook door het college goedgekeurd is, staan diverse projecten welke op korte termijn opgestart zullen worden. Om de exportmarkt te kunnen betreden, maar ook om de lokale voedselveiligheid te garanderen, is de NIFS-wet ruim een jaar geleden goedgekeurd. En ik kan u mededelen dat equipments ten behoeve van de labfaciliteiten reeds voor een groot deel zijn geïmporteerd en deze worden momenteel geïnstalleerd. Onderzoek, agrarisch onderzoek, staat aan de basis van de agrarische ontwikkeling. Hiertoe zijn voorbereidingen gaande met buitenlandse universiteiten en instituten voor ondersteuning aan onze instituten hier in Suriname. De agrarische voorlichting, deze dienst zijn we bezig helemaal om te bouwen naar de hedendaagse standaarden. Waar je vroeger voorlichters had die over alles een beetje wisten, gaan wij nu naar een systeem waar er per gewas of product specialisten aangesteld zullen worden. Ook de in te stellen productschappen zullen in deze een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Momenteel hebben wij een deskundige aangetrokken om de mogelijkheden te bekijken voor introductie van crop insurance. En last but not least zitten wij midden in de discussie over het instellen van een kredietinstituut, NOVA genaamd, waarmee wij op maat geceden krediet willen verlenen aan de agrarische producenten.